Yes, guys. Wat eet ik precies om succesvol te zijn? Voeding is extreem belangrijk, niet alleen voor de gym, maar ook voor je performance. Gisteren heb ik een podcast gehad met Bas Bilt en daarin spraken we dus over voeding, slaap, training, ondernemen, alles wat we op dagelijkse basis doen om zo succesvol mogelijk te zijn. Ik ga je vandaag precies vertellen hoe ik dit voor mezelf toepas en hoe jij hier wellicht iets van zou kunnen leren, oké? Laten we gelijk induiken. Hoe begint mijn dag? Ik begin mijn dag eigenlijk al de dag ervoor. Dus heel veel mensen zoeken naar die perfecte morning routine en hoe je de beste ochtend maakt. Nou, mijn morning routine begint al de nacht ervoor. Ik zorg dat ik een goede nachtrust krijg. En ik zorg dat ik meestal 2 uur voordat ik ga slapen, niks gedronken of niks gegeten heb. En dat doe ik bewust om zo snel mogelijk in slaap te vallen. Oké, vanaf het moment dat ik opsta, ga ik niet gelijk beginnen met eten, maar ga ik eerst beginnen met werken. Dus laten we zeggen 1 uur of 2 uur werken. Daarna begin ik met mijn eerste maaltijd. Mijn eerste maaltijd is eigenlijk al jarenlang hetzelfde en dat is gewoon simpelweg een appel en een banaan. Daartussen drink ik natuurlijk ook altijd water. Niet uit de kraan, maar vanuit de filter die we hier hebben in Bali. In Nederland ook niet vanuit de kraan, maar ook vanuit de filter. Dat is sowieso iets wat ik je aanraad. Wat ik veel hier nog meer drink. Laatste tijd is kokosnoten, thee en fruit juices. Die drie eigenlijk, die combineer ik de hele dag door in verschillende restaurants. Bewuste reden voor kokosnoten is om even mijn maag te cleanen. Zeker met het andere eten hier. Thee ook een van de redenen. En fruit ook, omdat ik hier iets minder fruit eet dan in Nederland. Dus sowieso die appel en die banaan elke dag. Daarna begin ik ergens een ontbijt. Een ontbijt bestaat bij mij altijd eigenlijk uit eieren of bacon, of in ieder geval geen brood, of in ieder geval iets met ei. Kan ook een egg benedict zijn, maar kan ook een big omelet zijn. Vanochtend had ik bijvoorbeeld een big American breakfast op. Ook puur om me goed te vullen. Met de kokosnoten erbij voor je maag, om te zorgen dat je zo, ja, zo fit mogelijk blijft. Dat heb ik dus gedaan. En ja, nu is het ongeveer 1:15. Momenteel heb ik pas één maaltijd op. Heb ik ongeveer 800 calorieën verwerkt. En ga ik na deze video naar de gym. Bewuste tijd ook dat ik rond 2 uur of zo naar de gym ga. Ben ik het meest fit. Ga ik dus zo meteen 1 uur benen trainen en abs. 1 uur en 1 kwartier misschien. Daarna doe ik nog een half uur recovery. Hoe ziet mijn recovery eruit? Ik ga 10 minuten in de sauna. En ik ga ongeveer 2 of 3 minuten in het ijsbad. En daarna rijd ik terug op de scooter. Nou, op die scooter doe ik ook zonder shirt. Bewust om mijn lichaam ook een beetje te tannen, om iets bruiner te worden, omdat ik nog niet zo heel lang weer terug ben in Bali en gewoon die tan echt nodig heb, zoals je ziet. Dus dat is iets wat ik ook toepas. Daarnaast, nou, dan kom ik thuis en dan bestel ik vaak eten, of een Grab, of gewoon een Uber, of wat dan ook. Of ik ga naar een mooie werkplek om daar even te eten en inspiratie. Ook heel erg afhankelijk van mijn productiviteit die we hier in de villa hebben. Zijn met 3 gasten en soms heb je iets meer productiviteit en de andere keer wat minder. En als ik merk dat het wat minder is, net als vanochtend, dan ga ik ergens heen naar een restaurant. Vandaag ga ik even niet meer naar een restaurant na vandaag en bestel ik gewoon straks even wat eten. Dat is eigenlijk hoe ik het doe. Bestel ik even wat eten, kan van alles zijn, kan een smoothiebol zijn. Kunnen ook vaak, wat ik neem is ook een sandwich met kip vaak. Zeker proteïne na de gym. Eet ik meestal tussen 1 uur of 4, 5. Dat is mijn tweede maaltijd. En dan eet ik meestal tussen 8 en 9, mijn laatste maaltijd. Kan vaak een stuk vlees zijn, of kip, of vis, of iets in die richting. Dat zijn eigenlijk de volledige dingen die ik eet. Allemaal onbewerkt voedsel, geen pizza, geen bullshit, geen McDonald's, geen KFC. Geen gefrituurd eten het liefst. Zo min mogelijk bewerkt eten. En ja, ik kijk niet alleen van hey, dat eten wat ik eet, hoe ga ik eruit zien, maar hoe voel ik me ook. Ik sport ook heel erg voor performance, dus hoe kan ik zo hoog mogelijk opereren in mijn eigen online business? Ook mezelf zo goed mogelijk voelen en er ook nog eens goed uitzien. Dat zijn voor mij belangrijke dingen en voeding is daarmee een extreem belangrijk aspect. Dus dingen die ik ook nog toevoeg als extraatje tussendoor zijn af en toe nootjes, af en toe yoghurt met honing, rauwe honing die ik hier ook heb gekocht. Dat zijn de dingen die ik toepas, veel kokosnoten. En ja, dat is eigenlijk puur alles wat ik eet in een dag om succesvol te zijn. Ik heb hier geen cheat meals nodig. In Nederland heb ik dat wel iets meer. Dan heb ik wel eens 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken haal ik wel eens friet of iets in die richting. Vaak met familie of iets in die richting. En de reden daarvan is vaak dat het slecht weer is, omdat er weinig positieve prikkels zijn.
Dus ik zou zeggen, als je last hebt van binge eating of zo, plaats jezelf in een andere omgeving. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar in deze omgeving heb ik veel minder afleiding, veel minder behoeftes aan verschillende dingen. Dus aan porno heb ik hier ook totaal geen behoefte, maar ook niet aan frietjes speciaal of iets in die richting, of kapsalon of ongezond eten. Dus ja, ik kijk heel erg naar de voeding, van hoe voel ik me daarna. Ik merk ook heel erg bij zuivel krijg ik redelijk wat roze in mijn haar. En ik heb ook een haartransplantatie laten doen, dus dat is ook zeker iets waar ik rekening mee hou, dat ik niet veel roze krijg. Dus ik probeer zuivel ook te vermijden. Dus eigenlijk wat ik je als tip mee wil geven is, luister heel erg naar je eigen body en niet per se naar fitnessschema's die online zijn. Want die fitnessschema's online zijn vaak alleen maar om je beest te maken, maar niet om je productief te maken. Het is heel belangrijk om helder te zijn in je kop en daarom raad ik ook intermittent fasting aan. Ja, momenteel probeer ik wel wat in spier aan te komen, dus mijn intermittent fasting is tot 1 uur of 9 of 10 vaak. Vaak tot 10 uur ongeveer. En als ik echt in die kutfase is, dan is het 11, 12 of zelfs soms 1 uur. Het is wel taai, maar het helpt me wel heel erg bij die productiviteit in de ochtend. Dus dat is eigenlijk alles wat ik eet en alles wat ik doe naast mijn huidige online business die ik run, om op een zo hoog mogelijk level te opereren. Nou, laten we het nog iets meer over eten hebben. Ik maak zelf geen eten klaar, ik kook niet. En dat is ook een van de redenen waarom ik in Bali woon. Je kan het verwend noemen, maar ik vind het veel makkelijker om naar een ontbijttentje te gaan, daar te eten voor 5 of 6 euro en tegelijkertijd online te werken op deze laptop die ik nu voor me heb en dat geld terug te verdienen. Ik hoef het zelf niet op te ruimen en zelf niet af te wassen. Het kan misschien zijn dat je dat verwend noemt dat ik dat niet doe, maar ja, ik laat dat echt liever door iemand anders doen. Het is misschien een hele domme gedachte, maar ik wil gewoon niet mijn tijd besteden aan koken of afwassen of et cetera. Dus daarom let ik erop dat het me ook niet te veel tijd kost als ik uit eten ga, dat ik niet te ver hoef te rijden. En ja, het moet ook effectief zijn. Dus niet dat je urenlang bezig bent met het zoeken naar de juiste voeding, et cetera. Als ik iets zie, ik weet gelijk wat ik wil en ik bestel het en ik eet het. Mijn enige doel is gezond eten, productief eten en mezelf goed voelen. Ik hoop dat je heel veel hebt gehad aan deze superkorte video die ik voor je heb gemaakt. Like en abonneer op dit kanaal. Voor degenen die dat niet hebben gedaan, dat zullen er vast een aantal zijn. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video. Ciao, ciao.